Dennis, ik heet Dennis en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video. En in de video van vandaag geef ik jullie een soort van review van mijn nieuwe monitor. En ik wou eigenlijk een unboxing video maken gisteren. Alleen ik kwam erachter dat alles enorm blurry gefilmd was. En de dozen alles waren al weggegooid, dus ik kan geen unboxing meer maken als het niks meer redt natuurlijk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon even mee gamen. Ik ga kijken wat de instellingen zijn en opties en zo. En dan maak ik een soort van review video. Dus zodoende. En jullie kunnen mijn gezicht niet zien, niet dat er echt een groot probleem is volgens mij, want zo knap ben ik toch niet. Maar ik pas niet op de video, omdat... Eer. Het is te weinig ruimte, de scherm is te groot. Het gaat vooral om de scherm. Dus zodoende. Maar in ieder geval, het is de BenQ XL2411Z. 24, omdat het dus een 24 inch monitor is. Het is een officieel gaming monitor. En deze wordt gebruikt op van die gaming evenementen. Vooral voor, hoe heet het ook weer, Counter-Strike. Dit is een officieel pro-scherm, zeg maar. De pro's hebben dit in samenwerking met BenQ hebben ze dit gemaakt. En hebben ze dus alles erin zitten eigenlijk wat een pro zo wat werkt. Dus een heel lage response rate, veel heads. Natuurlijk goede kwaliteit sowieso. Bij de rest hebben ze die Black Equalizer. En dat zorgt ervoor dat wanneer bijvoorbeeld wanneer een shooter speelt, want dit is eigenlijk een soort van FPS scherm. Dus vooral gemaakt voor first person shooters. Maar als je bijvoorbeeld een shooter speelt, dan zitten enemies bijvoorbeeld in een donker hoekje en dan zie je ze niet zitten omdat het dus gewoon simpelweg donker is. En met Black Equalizer zorgen we ervoor dat die donkere hoekjes lichter worden, dus dan wordt het een soort van grijs. Maar dat de andere kleuren als het ware niet echt aangetast worden. En je kunt bijvoorbeeld bij elk scherm kun je wel een beetje met de instellingen kloten, zodat bijvoorbeeld zwart-grijs wordt. Maar dan worden andere kleuren ook doffer. En dat is wat je eigenlijk niet wil hebben en dat gebeurt altijd natuurlijk. Maar bij dit scherm is dat wel minimaal. Dus op zich wel nice. En dit scherm heeft ook enorm veel verschillende opties om het in te stellen. Als eerste kun je dus gewoon dit doen. Nou, vrij logisch. Tot en zo. Daarnaast kun je dus ook dit. Dit is volgens mij, weet het ook alweer. Ik weet niet hoe dit heet, maakt niet uit. Tilt, dacht ik. Nou, dat is sowieso handig. En als laatste, of nee, niet laatste trouwens, nog iets. De hoogte. Je hebt natuurlijk ook gewoon de hoogte. Je kunt in de hoogte kun je verstellen. Het is makkelijk als je van de andere kant af doet, maar oké. Ja, hoppakee. Hij is zelfs te hoog voor de video. Maar nou het laatste wat ik jullie wou laten zien. En dat is swivel. Welke kant was het? Volgens mij deze kant ook. Maar ja, ik weet niet wie dit zou gebruiken om mee te gamen. Maar oké, het kan. Het is een optie. En op zich is het wel leuk dat dat kan. En voor de rest het makkelijkste voor dit is dit. Ik zal het even laten zien. Dan kun je dus bij de instellingen. Bij de instellingen, wat zeg ik nou? Bij de aansluiting instellingen, whatever. Maar in ieder geval, je ziet dus de aansluitingen. Er zijn niet heel veel aansluitingen. En ik zal het even naar beneden doen. Kun je het beter zien, want we missen een paar. Nou, onderaan heb je dus gewoon stroom, nou, dat is niet interessant. Vervolgens hebben we hier de drie aansluitingen waar het meestal om gaat. Bovenaan is HDMI, vervolgens hebben we de DVI en die is de, hoe heet die ding ook weer? Die gebruikt eigenlijk niemand meer, of in ieder geval, ik raad je aan om hem niet te gebruiken. Als je dat ding gebruikt bij een monitor als dit, dat is best wel zonde. Scar, dacht ik. Maar in ieder geval, vrij weinig aansluitingen. En zo misschien denk je, ja, meer dan één HDMI is wel gewenst. Inderdaad, in principe wel. Alleen ik heb bijvoorbeeld al mijn spullen, PlayStation 3, PlayStation 4, ik heb mijn computer, alles. Ik heb genoeg aan één HDMI. En dat komt omdat ik dus een Elgato gebruik. En Elgato is dus het ding waar ik mee opneem. En nog vervolgens een splitter, want ik wil alles opnemen met één kastje. Dus ik heb nou eigenlijk een splitter hierop zitten, zodat ik mijn PlayStation 4 en mijn PlayStation 3 op één HDMI heb zitten. En ja, ik hoop dat je dat kan begrijpen. Als je niet begrijpt, dan leg ik het nog wel een keertje uit. Maar in ieder geval, dit zijn een beetje alle opties. Verder zie ik nog één ding. En ik zal hem eens even verder draaien. Als dat kan, hij is hoog genoeg. En dat is hier. Dat is nog voor je koptelefoon. Niet dat ik hier een koptelefoon in duw. Maar waar hij uit kan. En dan kan hij weer omlaag. Dat is dus de monitor. En de opties die deze monitor allemaal biedt. Nou, het is verder een 144 Hz monitor. 144 is enorm veel voor monitor. En dat is eigenlijk ook alleen maar haalbaar wanneer je op PC gamet. Want wanneer jij gamet op consoles, dan game je door middel van een HDMI. En HDMI gaat maximaal tot 60 Hz. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Maar als je op PC gamet, dan kun je dus door middel van deze kabel. Dit is, weet je, denk ik ook weer DVI kabel. Kun je dus je 144 Hz halen. Daarnaast is dit scherm ook 3D ready. Nou, ik heb dat verder rest allemaal niet getest. Dat moet je volgens mij ook met zo'n kabel weer aansluiten. Dat kan ik niet anders per se natuurlijk. Maar je moet natuurlijk die 144 Hz gebruiken, anders kun je niet voor 3D. Als je ooit een monitor ziet bijvoorbeeld dat 60 Hz is en ze beweren dat het 3D ready is, volgens mij kan dat helemaal niet. Maar volgens mij moet je minstens 120 Hz hebben. Maar dit ding heeft dus 144 Hz. En zoals ik al zei, dat is vooral als je op PC game. Maar het zijn wel leuke extra's. En
Het belangrijkste van deze monitor, dat is die 1 milliseconde response rate. Want dat zorgt ervoor dat alles super snel reageert. En vooral als je dus shooter speelt, waar dit scherm speciaal voor gemaakt is, is dat belangrijk. Want ik heb nou een tv, die zien we nou niet. Maar dat is een tv van Samsung. Dat is een 40 inch tv, dat is 1,2 meter. En die heeft een response rate van 5. Nou, 5 milliseconden of 1 milliseconde scheelt redelijk veel. En het zijn wel millisecondes, maar je merkt het wel. Je kunt niet zeggen van dan wel, dan niet. Maar over het algemeen merk je gewoon dat dit sneller reageert. En dan lijkt het meer dat als je op een andere monitor speelt met meer response rate, dat je gewoon een soort van lag hebt. En dat is heel raar, want het is geen lag, het is dus gewoon de reactietijd als het ware. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel tevreden met deze monitor. Ik zal hem even omdraaien voor de achterkant. Hier dat daar heel veel interessants aan te zien is. Dit is dus die voet. En hier heb je dat clipje. Als je die inhoudt, dan ga je dus even mijn hoofd opstellen. Kijk of het zo lukt. Deze hier. Allemaal vrij simpel. En dit is de monitor. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik heb nou best wel veel gebruikt al. In ieder geval eigenlijk alles wat ik gisteren heb gespeeld en gedaan, heb ik dus op dit monitor gedaan. En ik moet zeggen, het ziet er allemaal gewoon heel netjes uit. Het is wel echt te zien dat het gewoon gemaakt is voor first person shooters. Want het is wel gewoon soms wat grijzer, wat lichter zeg maar. En dan kun je gewoon met de instellingen kun je dat aanpassen. Want ik heb hem dus voor mijn computer ook. En daarbij hoeft hij dus niet zo grijs te zijn. Dan heb ik mijn instellingen zo aangepast dat dat niet is. Dus dat is op zich wel handig. Dus je hoeft helemaal niet die instellingen te gebruiken. Maar het is wel een optie. En als je shooters speelt, raad ik je ook aan om dat te doen. En nadat we het toch over instellingen hebben, komen we op de phone aan. En dat is dit. Dit is de BenQ CD. En op deze CD staan instellingen van Pro Gamers. Pro Gamers hebben instellingen voor dit scherm gemaakt. En die instellingen van hun kan ik dus gebruiken. Die kan ik dus gewoon via deze CD laden. En dan heb ik in principe de beste instellingen die mogelijk zijn voor dit scherm. En dat is op zich heel erg vet. En dat is alles wat ik zo'n beetje te vertellen heb over dit monitor. Behalve natuurlijk de prijs, het belangrijkste. Dit monitor kostte €280. Deze monitor. En dat is veel geld. En het is ook niet voor niks dat het een van de betere monitoren is die er op de markt is. Want met al deze opties en daarnaast, dit ding wordt niet voor niks gebruikt op gaming evenementen. Gewoon omdat het dus goed is. En het is nog steeds veel geld. En dat snap ik. En als jullie geïnteresseerd zijn in deze monitor, heb ik voor jullie wel een linkje in de beschrijving staan. En dan nog iets. Als jullie ooit iets willen bestellen op gamegear.be, dan kun je de code D555 gebruiken. Die staat als goed ergens onder in beeld. Dan krijg je nog eens 5% korting. En als je dus bijvoorbeeld zo'n monitor bestelt en dan mijn code gebruikt, krijg je toch nog eens €14 korting. Dus dat is op zich wel mooi meegenomen. En dat wou ik eigenlijk allemaal een beetje zeggen. Dus ik ben blij met mijn aankoop. Ik heb er trouwens twee. Deze heb ik van Game Gear gekregen. Ik heb er zelf ook één gekocht. Die staat nou achter de webcam, zeg maar. Maar ik geef binnenkort bij de 30.000 abonnees nog een volledige roomtour. Dan kunnen jullie alles zien. Dan zien jullie dus ook mijn nieuwe setup met mijn monitoren. Want ik heb nou dus twee monitoren gekocht. Dit is er eentje. Eentje die ik erbij gekocht heb is exact dezelfde. Dus eentje gebruik ik voor mijn PlayStation, eentje voor mijn PC. En dat was het wel zo'n beetje. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot volgende keer weer.